Wie in Azië online een gokje wil wagen, kan dat doen op het populaire platform Welbet.com. Inzetten op voetbalwedstrijden uit alle competities ter wereld. En Welbet.com wilde graag een samenwerking aangaan met een Nederlandse topclub. More on helping our clients to know more about games in sports industry. Ja, het is een regionaal partnerschap wat we op dit moment hebben. Dus dat betekent dat wij een samenwerking aangaan in de Aziatische markt. En zij waren heel erg geïnteresseerd in PSV. Dus we hebben gezegd, we kunnen deal sluiten. En daar zijn we heel blij mee. Ja, het is zo dat het mag duidelijk zijn dat de hele gokmarkt op dit moment en wedden dat dat eraan komt, ook in Nederland. Er zijn politieke discussies over. En in de rest van de wereld is het al toegestaan en mag het al. Ja, en wij kunnen op deze manier in de Aziatische markt regionaal partnerschap aangaan. En dat mag, dat is mogelijk. Dus we hebben gezegd, dat gaan we doen. Dat klopt. Dus zij kunnen gebruik maken van ons logo daar in Azië. Dus ook de zichtbaarheid van PSV en ook dat op dat podium daar werkzaam zijn. Ja, dat is voor onze uitstraling en daar zijn we heel blij mee. Dat betekent ook een internationale stap voor ons. Voor PSV dus interessant en Welbet weet hoe het voetbal in Europa staat aangeschreven. En tijdens een wandeling door de catacomben van het Philipsstadion trekken alle bekende gezichten aan Mark Lou voorbij. Precies de reden om PSV als partner uit te kiezen. Stars came here and was born here. As you know, good players as Ruud. Van Nistelrooy, yeah. Park, Soon, John. There's another route. Gullit. He's one of my favorite too. Yeah. En wat is er dan mooier om op de plek waar je persoonlijke held furoren maakte, uiteindelijk te staan met je eigen PSV-shirt?